Mensen, er komt water uit de lucht. Echt waar. Heel veel water ook nog. En dan ga ik van de week later, als het iets koeler is, wel uitgebreide soppen. Onderweg naar huis. Maar het is druk bij de McDonald's en ik heb de verkeerde weg gepakt. Procureurlapje en één speklapje. Denk, nou ja, allemaal wat. En dan is het allemaal op. Hele goeiemorgen. Het is vandaag 15 augustus 2022. Ik heb echt wel lekker geslapen. Het was wel een plaknacht. Maar dankzij de ventilator is het echt, echt goed te doen. En inmiddels is het dus 7:30. Ben ik al een uurtje wakker ongeveer. Maar ik lag nog wel even lekker en heb het nieuws gekeken. En het jashappetje gehangen. Mijn haar nog niet gedaan. Dus ik denk ik ga vandaag aan het werk in huis. Dan heeft het niet zo heel veel zin. Want dan ga ik daarna douchen. Dus ik ga eerst even met Rafi lopen en dan ga ik even je stofzuigen en dweilen en de was doen. En, nou ja, gewoon allemaal dat soort dingen. Schoon nodig. Moet ook gebeuren. Maar we gaan eerst even mijn cadeautje uitlaten. Mensen, er komt water uit de lucht. Echt waar. Heel veel water ook nog. Nou, een beetje. Maar dat zorgt er wel voor dat het gewoon heel erg afgekoeld is hier. Na 21 graden. Dat hadden ze niet verwacht, want ze zeiden dat het hier nog 30 graden ging worden vandaag. Maar dit is wel heel lekker. Even een klein beetje de puinzooi van het kind opruimen. Maar we moeten eventjes de bedden allemaal verschonen. Ik heb nu de eerste in de was zitten. Dat is die van Emily. En later gaat die van Marijn mee met het witte goed. En die van mij kan dan morgen. Want ik heb vannacht en de afgelopen nachten elke keer gewoon onder een laken geslapen. En mijn dekbed helemaal aan de kant gelegd. En een andere hoes erop. Dus mijne kan nog wel één dagje. Maar ik ga even werken. En dan moet ik even spullen opruimen en dingen aan de kant leggen. Ik moet in elk geval twee video's editen. En ik wil even wat bestandjes uploaden. Dit is ook niet mijn muis. Mag ook weg. Ik moet eerst even dingen verbouwen. Dat moet ook kunnen. Ik ga lekker even aan het werk. Daarna weer even een spelletje spelen met Sarah. We spelen Take 5. Ik zal jullie wel even de app laten zien. En dan mag je me toevoegen. Dan kunnen we samen spelen. Nou, de regen was van kort duur. En inmiddels is het gewoon plakkerig. Maar het is buiten nog wel oké. Ten opzichte van de afgelopen dagen. Ik doe even de eer aan maandag wasdag. Dus ik heb even wat was gedaan. Onder andere wat beddengoed van Marijn. Af van Emily dus. En wat kleding die allemaal zo droog buiten kwam. Ik kan alleen de grote dichte dingen buiten. Want stel je voor, het gaat wel weer. Het komt weer een lekker windje, jongens. Oh. Heel hard regenen, kan ik het snel afhalen. Ik heb de voorkant alweer dicht gedaan. Want daar komt alweer zo'n bak warmte door naar binnen. Ik ga nu even stofzuigen en het wel erdoor slaan. En dan ga ik van de week later, als het iets koeler is, wel uitgebreide soppen. Maar nu is het voor dit wel even genoeg. Maar dan is het in elk geval weer een stofzuigertje en het weltje door geweest. Al kan ik zien dat er gisteren waarschijnlijk ook stof gezogen is. Want ik zie geen hondenharen. Dus dat is fijn. Dat is lief dat een kind dat heeft gedaan. Nou, je kunt het aan mijn hoofd wel zien. Het is nog steeds zweetweer. Ik ben nog steeds bezig met dingen. Dus ik heb nog niet na gisteravond niet meer gedoucht. Ik denk ik doe vanavond wel douchen. Ravi heeft inmiddels een pipet in zijn nek gehad. En die begon te krabben. Dus ik denk voordat we straks beestjes hebben, laten we dat even doen. En nu ga ik even naar de Gamma of de Praxis, let welke het heeft, om een nieuwe onkruidborstel te halen. Die van mij is aardig versleten na een paar seizoenen. En de steel is te kort, dus ik wil heel graag ook een langere steel erbij. Dus ik ga eens even op pad en jullie gaan natuurlijk even mee. Thank you.
onderweg naar huis. Maar het is druk bij de McDonald's en ik heb de verkeerde weg gepakt. Dus dan moet je wachten totdat je ertussen kunt. En dat kan nu. De camera holt nog een beetje. Ik moet nog even ontdekken hoe ik een beetje stabielere positie krijg. Ik ga iets naar achteren zo. Dat is beter, denk ik. Maar goed, geslaagd. De stok ligt achter me. Je kon ook allemaal van die losse krabbertjes kopen. Die waren niet heel duur. En ze hadden ook die hele kleine die ik nu heb. Maar ik wil toch wel graag weer een grotere. Wow. We hadden druppels. 5 of 6 of 7. Er komt de regenbui aan, zegt buienradar. Nou, tot op heden niet. Maar ik ga even naar Alkmaar. Want Peter heeft wat meegegeven aan haar man. Die rijdt met een gasauto rond in Nederland. En ik kom toevallig langs. Dus ik moet toch nog tanken. 2 vliegen 1 klap. Hij kan wat aan mij geven. Ik kan even met hem kletsen. We kunnen een pakketje uitwisselen. Perfect. En ik ga tanken. Dus dat ga ik even doen. Maar hij gaat even mee. Ik ben net even weg geweest, zoals ik al zei, naar Alkmaar. Om even de man van Petra te ontmoeten. Die is inmiddels onderweg naar huis. Maar kijk eens wat Petra gevonden heeft voor Ravi. Een krab. Een kreeft, krab, een aapje en een wortel. Hij heeft ze net al even gezien, maar nou wil hij spelen, hè? Ja! Oh, doe maar! Kijk eens! Welke wil je? Welke wil je? Welke wil je? Oh, oei. 1, 2. Oh, hij weet niet wat hij moet kiezen. Oh, die? Kom maar! Ik ga je pakken hoor. Ja, kom maar. Oh, is die goed? Op welke ga je nu? Oh ja. Kom maar. Oh, ga je hem opruimen? Ja, ik ga hem in zijn mond brengen. Ja, kom maar. Dan krijg je een koekje. Kom maar. Goed zo. Ga die andere ook ophalen. Ga ze ophalen. Kom maar, ga ze ophalen. Ja. Pak hem maar. Breng maar naar binnen. Hé, hey, hallo. Oeh. Je hebt nog geen kip. Ja, breng hem maar naar binnen. Kom maar, breng hem maar in de mand. Oh, heb je alles deze? Wat goed voor die. Wat heb je dat goed gedaan, alsjeblieft? Kijk, alles ligt keurig opgeruimd in deze mand. Gaan we nog meer opruimen? Ja? Gaan we eerst even uithijgen, het is een beetje warm. Ja, straks mag je nog een keer. Hè? Straks mag je nog een keer opruimen. Ja. Ik ben druk met eten koken en dat is een beetje ingewikkeld, want ik had nog 1 kipburger, 1 procureurlapje en 1 speklapje. Ik denk, nou ja, allemaal wat, dan is het allemaal op. Maar ik heb maar 4 gaspitten, dat zijn er al 3. En vervolgens had ik nog een gaspit nodig voor de aardappels, voor de jongens, nou ja, de kinderen. En een arm voor de snijbonen. En voor de doppertjes en worteltjes, want 400 gram snijbonen is niet genoeg. En doppertjes en worteltjes in een blikje is genoeg voor 1. Dus het is een koken met hindernissen vandaag. Maar ik wilde jullie eigenlijk nog andere dingen laten zien die Petra voor mij gekocht had bij Flying Tiger Kopenhagen in Rotterdam. Dat is een mini bullet journal, een paarse, met dotjes, heel leuk. Een weekly planner, die wil ik niet voor mezelf gaan gebruiken, maar voor Emily. En voor mezelf een study planner, maar dat is gewoon een soort schoolagenda. Ik denk dat is wel handig voor om weer op mijn bureau te hebben, dat ik goed track kan houden met alles wat ik aan het doen ben, met alle dubbele dingen, alles en zo. Ja, ik ga ondertussen eventjes de kipburger in de pan leggen, want ik vind het altijd lekker als die gewoon rustig kan bakken. Nou, het bakje kan in de plastic bak. Ik ga lekker even met het eten bezig. En dat zien jullie straks. We begonnen vanmorgen de vlog met regen. Oeh, daarom kom je weer naar beneden. Je deur is dicht. Maar vanavond hebben we ook regen. Niet superveel. Wacht even hoor. Ik moet even het licht aan doen.
Eén moment. Oké, Google, zet het licht aan. Beter. Nou, het regent nu toch harder dan ik dacht. Ik hoor het namelijk. We gaan iets dicht doen. Want het moet niet naar binnen regenen. Maar het koelt lekker af, joh. Een feestje. Ik zet wel de wappen nog even aan. En ik ga nog even een beetje was opvouwen. En dan morgen gaan we maar weer verder vloggen. Dan heb ik lekker mijn bed in. Heerlijk lang uittukkeren. En dan eerst even douchen. Want ik zie er niet uit. Maar ik ga lekker even onder de douche staan. Ik zie jullie morgen. En dan sluit ik de video ook wel even af. Ja, en inmiddels is het de volgende morgen. Wil ik nog even de video afsluiten. Zoals je kunt zien. Het zonnetje schijnt alweer heerlijk. Het is een prachtig stralende dag. En dat kun je zien in de video van morgen. Ik wil je bedanken voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat je hem leuk vond. Wens jou in elk geval een hele fijne dag als je deze video 's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds dan. Slaap lekker, mooie dromen. Tot morgen. Tot een nieuwe video. Doei.